De volgende ochtend zat ik al vroeg in de brasserie van het hotel aan mijn ontbijt. Buiten bleek Pluvius nog steeds te regeren en voorbijrazende auto's, bussen en taxis vernevelden het regenwater en daarmee mijn uitzicht op de city. Een stad in de regen roept bij mij melancholie op. Na het ontbijt pakte ik mijn paraplu en de koffer van Acik en even later liep ik door de stromende regen in de richting van de Daily Newspot. De krant was gevestigd in een van de moderne kantoorgebouwen die tegenwoordig de Bankenwijk West India Docks zo kenmerken. Ooit stonden hier, met exotische goederen uit Oost en West volgestouwde, eeuwenoude pakhuizen en loodsen. Britannia rules the world. Nu had de city daar het patent op. De voorgevel van het gebouw bestond geheel uit groen getint glas en daardoor leek het groter dan het in werkelijkheid was. Een automatische draaideur gaf me toegang tot het journalistenbolwerk. Een vriendelijke receptioniste begroette me en ik informeerde of Mr. Archik aanwezig was. Ze pakte een personeelslijst en bladerde er rustig doorheen. Archik? Ze bladerde opnieuw door de lijst. Nee, die werkt hier niet. Hij staat nergens op de lijst. En toch zegt de naam wel iets. Op dat moment kwam de interne postbode net een stapeltje brieven en mappen afgeven. Zegt jou de naam Archik iets? De bode keek naar mij en zei... Archik, jazeker, die heeft hier tot 2 jaar geleden nog gewerkt. Hij heeft een conflict met de hof... ik weet het niet. Hij heeft volgens mij na een conflict met de hoofdredacteur zijn ontslag genomen. Dat heeft destijds grote commotie veroorzaakt binnen het concern. Hij keek even om zich heen en vervolgde op gedempte toon... Had iets met de Brotherhood te maken. Ik vroeg hem wat hij daarmee bedoelde. Power Games. Hij tikte daarna met 2 vingers aan zijn pet, draaide zich om en vervolgde zijn postroute. Ik verzocht de receptioniste even een snelle internetscan te maken of er een adres van hem bekend was. Ze tikte de naam Archik en Londen in de zoekbalk en vond 37 verwijzingen. Slechts 4 daarvan linkten naar een zekere H. Archik. Dat moest hem wel zijn. Op mijn tablet noteerde ik de adressen en telefoonnummers en keek haar in het gezicht. Ze keek me in de ogen en ik zag haar parelwitte tanden glimmen in het licht van het TL-balkje dat boven de balie hing. Ik stak mijn duim op naar haar om haar te bedanken en draaide me om naar de uitgang. Toen ik bij de draaideur was, hoorde ik haar zachtjes zeggen... Mister? Norge. Hugo Norge. Zei ik en ik draaide me weer om. Nu pas herkende ik haar. Het was de jonge dame waar ik de avond ervoor in de Quinsale had getoast. Leuke tint, vindt u niet? Zeker. Lekker sfeertje en goede muziek, antwoordde ik met een verlegen intonatie. We keken elkaar enkele seconden in de ogen zonder iets te zeggen. Bent u geïnteresseerd in Celtic Brotherhood? Nee, niet specifiek. Waarom vraagt u dat? Oh, ik dacht alleen maar zo. Ik weet niet hoe ik erbij komt dat de heer Archik hier nog zou werken. Maar misschien heeft het iets te maken met het conflict dat hij met die directie had. Ik weet uiteraard niet hoe belangrijk die Archik voor u is. Maar wellicht kan ik u toch verder helpen. Sorry dat ik er zo verrassend naar vroeg. Het schoot me zomaar te binnen. Weet u, ik ken die loge namelijk. Ik woon er tegenover. Ze hebben mijn interesse, die jongens van de Brotherhood. Heten ze niet de Fraternité de la Veuve Cantique? Dat zou ik niet weten. Misschien in Frankrijk. Maar hier staan ze gewoon bekend als de Brotherhood. In heel Engeland overigens. Maar ik wil u de loge wel even laten zien. Het is hier vlakbij, op loopafstand. Ik dacht aan het merkwaardige basrelief op de koffer en aan de ring die Harold droeg. De loge kon natuurlijk wel dé plek zijn om hem te treffen. Kunt u dat onder werktijd wel maken? Vroeg ik, om haar niet in een al te moeilijke positie te brengen. Ze keek op haar horloge, bladerde wat in een dikke agenda die op de balie lag en vroeg toen... Kan ik u tegen 3 uur vanmiddag een drankje aanbieden in de City Corner?
hier vandaan. Slechts 5 minuten lopen. Lijkt me een leuk idee. Op een plattegrond wees ze me even nog de weg en ik nam gauw afscheid van haar. Bang dat ze van haar baas een reprimande zou krijgen. Ik had de telefoon namelijk al enige keren horen rinkelen zonder dat ze er aandacht aan had besteed. Licht verward liep ik naar buiten en vergat tijd te nemen om de 4 telefoonnummers op mijn lijstje te bellen. Diep verzonken in mijn gedachten slenterde ik door de sombere straten en hing een lange tijd over de natte reling van een brug naar de schepen te kijken. Maar het waren niet de schepen die mijn aandacht bezighielden. Die jonge vrouw met haar mooie tanden, haar bruine lokken die speels over haar gezicht hingen, haar donkergroene ogen die, ik leek me daarin niet te vergissen, tot diep in de mijnen keken en bovenal was ik getroffen door haar heldere stem. Ergens vond ik het haast belachelijk. Ik was tenslotte priester en deze profane gedachten waren gevaarlijk. Het voelde als een bedreiging. En aan toegeven is net als een verdwaalde en dorstige woestijnreiziger die uiteindelijk zelfs, radeloos en wanhopig, benzine uit de auto gaat drinken. Het lest de dorst, maar het is dodelijk. Op het afgesproken tijdstip gluurde ik door de ramen van de citycorner en zocht de vrouw met de groene blazer. Zachtjes werd er op mijn rechterarm getikt. Zij was het. Aha! Mooi op tijd! Ze glimlachte, stak zonder schroom haar arm in de mijne en leidde me naar binnen. Gelukkig was het niet te druk en we vonden een rustig, gezellig hoekje uitstekend geschikt om te babbelen. Nu pas stelde ze zich voor. Michelle Tuls. Nogmaals, Hugo Norge. Heeft u hem kunnen bereiken, die Mr. Aschek? Nee, om eerlijk te zijn vergeten. Ik ga het vanavond wel even proberen. Hij leek me nogal belangrijk voor u. Ja, dat wel, maar eerst even iets anders. Om welke reden bent u geïnteresseerd geraakt in het Keltische broederschap? Nog voor zij kon antwoorden, vroeg een ober ons wat we wilden drinken. We bestelden ieder een kopje thee. In die Franse fraters van u? Nou, niet speciaal, maar algemeen. Kijk, geheime genootschappen en complottheorieën vind ik hartstikke spannend. Verder heb ik me al een klein beetje verdiept in de geheimen van oude mythen en legenden. In vreemde theorieën over labyrinthen en fabelwezens. Een vreemde hobby voor een dame. Ze gaf er geen reactie op, maar ik zag toch een glimlach op haar gezicht. Onverstoorbaar ging ze verder. Wel speelt ook deze broederschap een bescheiden rol in de theorieën en ideeën die ik erover heb. Het toeval wil namelijk dat ik enkele jaren geleden recht tegenover een loge van broeders kwam te wonen. Volgens mij zijn het respectabele lieden, maar ik ben natuurlijk niet volledig op de hoogte van de geheime rituelen en de diepere achtergronden van deze club. Keltische broeders en labyrinthen? Nou, niet dat er een directe link is te leggen, maar vertelt u eens, waarom bent u in Londen? Ondertussen zette de ober mooie luxe glazen kopjes en een schitterend houten kistje met een palet aan thee op tafel. Michelle draaide met haar ranke vingers even over het theekistje en pakte toen een zakje jasmijnthee. Ik vond het telkens weer moeilijk om snel een keuze te maken, maar ging uiteindelijk toch voor de milde Darjeeling thee. Ik ben op zoek naar de journalist Archik. Harold is zijn voornaam. Maar dat wist u natuurlijk al. Overigens vind ik het geen probleem als ook wij elkaar bij de voornaam noemen. Ik ben Hugo, oké? Ze knikte van ja. Ik vertelde haar in snelle stappen over mijn onderzoek in Frankrijk en mijn ontmoeting met Harold. Ook de waarschijnlijke relatie die er bestond tussen de piramide van Cheops en de verschijningen van de maagd Maria in Fatima onthield ik haar niet. Terwijl ik haar informeerde over deze zaken, stond ik op om mijn jas uit te doen. Ik schrok, want onder de stoel lagen grote plassen water dat van de jas was afgedropen. Nog wilde ik, geheel tegen mijn normale gedrag in, haar niet vertellen dat ik een priester was. Maar de ergste leugen werd mij bespaard, want plotseling stak ze haar hand uit en wees naar het zilveren kruisje op mijn revers. Je bent een geestelijke.